We zijn vandaag in Wouw bij mijn favoriete aspergeboer Anton Vos. Achter mij ziet u de aspergebedden. En hierdoor ben ik ook geïnspireerd om het gerechtje te maken van vandaag. We gaan maken scampi's. Ik kies altijd voor een iets grotere maat, omdat het anders snel uitdroogt. Verse asperges uiteraard. Mooie verse lamsoren uit Zeeland. Ook een van mijn favoriete seizoensproducten waar ik graag mee werk. En dit alles gaan we mooi in één pan bakken, afgeblust met pastiche. En het is gewoon een fantastisch gerechtje om mee te werken als voorgerecht of als hoofdgerecht. En als u lekker wil uitpakken, kunt u het ook als tussengerechtje gebruiken. Dus een van mijn favoriete gerechtjes om te maken. We beginnen met de scampi's. Die doe je pellen. Alleen het staartje laat ik er altijd aan, dat ziet er ook wat mooier uit op het bord. Altijd goed letten dat je het darmkanaaltje verwijdert van de scampi, want er zit vaak slik in en dat is niet lekker. Ik snij er altijd een mooi vinnetje van, dan ziet het er mooier uit op het bord en het bakt gelijkmatig. De asperges die schil je en die heb ik kort geblancheerd en gesneden in stukjes. De lamsoren, daar moet je goed op letten dat die goed gewassen zijn, want er zit vaak slik op en dat maakt het gerecht modderig. Dan heb ik tomaatjes. Daar heb ik het velletje van afgehaald. Dat heet plisseren in vaktermen. Die doe je dan pellen en daar snij je het vruchtvlees uit. En die snij je in mooie gelijkmatige blokjes. We hebben gehakte peterselie. En we hebben knoflook fijn gesneden. Olijfolie. En dan zorg ik ervoor dat de scampi's mooi in vorm gesneden in de pan belanden. Ik zorg er altijd voor dat de scampi's lekker gelijkmatig kleuren. Dat ze mooi roze worden. Als ze gelijkmatig aangebakken zijn, dan doen we als eerste de asperge erbij. Want die heeft natuurlijk het langste nodig om door te warmen. Asperge in de pan. Het is een wokgerechtje, dus je mag lekker met de pan gooien. Dan doe ik de knoflook erbij. En dan moet je uitkijken dat de knoflook niet verbrandt. Anders wordt het gerechtje natuurlijk bitter. Nu kunnen de lamsoortjes erbij, die zijn al gewassen. En deze kunnen zo kort meebakken. Dat is zo gaar. Het is natuurlijk wel lekker dat het ook nog knapper blijft. Want dat is lekker voor de bijt in het gerechtje. Doe ik de tomaatjes erbij. Zorg dat de pan goed heet is. Ik hou mijn duim op de fles. En dan gaan we flamberen. Even een beetje wachten tot de alcohol verdampt. En dit alles blussen we af met room. Dat kan kookroom zijn of gewoon slagroom ongezoet. En dit brengen we lekker op smaak. Met peper. Kijk uit met zout, want de lamshoren is natuurlijk een product wat uit Zeeland komt. Wat bij de zee groeit, dus het is al vrij zout van zichzelf. Beetje gehakte peterselie. En dan zijn we klaar. Dit kun je natuurlijk mooi, wat ik zei, als voorgerechtje gebruiken. Of als hoofdgerechtje. En ook eventueel door de week, heel makkelijk, iets meer en dan heb je een heerlijk hoofdgerecht. Smakelijk leven!